MVV op 3 posities gewijzigd ten opzichte van de bekernederlaag in Zwolle. Hilterman start onder meer bij Emmen. En hij mist deze dot van een kans. Een van de vele kansen die Hilterman krijgt in de eerste helft, waarin het één richtingsverkeer is. En Emmen krijgt alle kansen. Hier heeft Mendes te veel tijd nodig. Volgende gelegenheid. Emmen natuurlijk met het schaamrood op de kaken afgereisd naar de Geuzelt. Naar die bekerzeper tegen Excelsior Maassluis. Hilterman maakt dan een van die vele kansen. Maar die wordt afgekeurd. Omdat Mendes de doelman gehinderd zou hebben. Het is bijna niet te zien. En het is ook maar de vraag of Matthijs die bal überhaupt zou hebben. Maar het doelpunt gaat dus niet door. Emmen op 5 punten van de directe promotieplaatsen. MVV moddert een beetje aan in de middenmoot. Reemans uit een onmogelijke hoek. Dat blijkt ook, want Brouwer kan die bal goed keren. 3 keer op rij niet gewonnen. MVV. Emmen ook niet in de beste periode. Komt hier wel op voorsprong. Maar weer de vlag en weer de vraagtekens. Veldmaten vindt dat hij de bal niet eens raakt. Het is ook al de vraag of het überhaupt buitenspel is. Als hij via een MVV-speler zou komen. In ieder geval gaat de treffer niet door. Maar dus weer discutabel. Azenoen, de smaakmaker aan Emmenzijde de laatste weken. En ook nu scoort hij weer. Ongelooflijk wat een ruimte hij krijgt van Rico Zegers die alleen maar achteruit loopt. Alsof hij niet weet wat Azenoen kan. Dit doet hij al heel vaak. 0-1, slotfase. Netelo bijna met de zeer onverdiende gelijkmaker. Maar die valt niet. En zo wint Emmen met 1-0 in Maastricht.